Hey, jongens en meiden van de Levensbron en wellicht daarbuiten. Tof dat je kijkt naar dit filmpje. Als jeugdleiders van de Levensbron zijn we bij elkaar geweest en hebben we gezegd, we moeten iets doen voor de jongeren. En we willen dit graag voor jullie doen. Want we missen jullie. Aangezien we geen club meer hebben, geen catechese. Je weet het zelf ook, COVID-19 heeft behoorlijk roet in het eten gegooid. We hadden het aardig op de rit met de planning en iedereen had zijn werk klaar voor jullie en de avonden stonden en alles valt in het water. Geen school klinkt leuk voor een tijdje, maar ook geen kerk, geen club, geen catechese, geen andere sociale dingen, eventueel terrasje pakken voor de ouderen. Dat soort dingen zijn allemaal in het water gevallen, het kon allemaal niet meer, het mocht niet meer. Nou, wellicht heb je je buik wel vol van deze situatie, misschien zelfs wel het woord alleen al, dat je denkt, ah, ik wil het niet meer horen, maar we zitten er middenin. Maar de kop van Prediker 3, uit de Bijbel, een heel oud Bijbelboek al ondertussen, staat, alles heeft zijn tijd en zijn beloop. Alles heeft dus zijn tijd en zijn beloop. Wauw, dat mag je dus geruststellen. Het loopt God niet uit de hand. Ik wil er één vers uitpikken en aan jullie voorleggen. Er is een tijd om te omhelzen. En er is een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Opmerkelijk toch? Wat vind je daarvan? Het slaat echt op deze tijd. Ik zou je willen vragen, wat doet deze tijd met jou? Zo zonder kerkgang, catechese, club, maar wel met heel veel social media. Een hele avond scrollen door Insta of Snapchat in plaats van gebed, of uit je Bijbel lezen, of getuigen van je geloof, op welke manier dan ook. Ik vind het best lastig om de tijd goed te verdelen. Maar Prediker wist het, duizenden jaren terug al. Alles heeft zijn tijd en zijn beloop. Ook deze coronatijd. Die gaat ook weer voorbij. Het gaat erom dat je volhoudt. Volharden. Dat staat ook een aantal keer in de Bijbel. Ik lees er een vers van voor. Handelingen 1 vers 14. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Hoe meer er aan je getrokken wordt, hoe lastiger het is om vol te houden. En geloof mij, Satan gebruikt alles. Alles om je los te peuteren van God en zijn belofte. Vraag, hoe kun je dit nou voorkomen? Nou, ik geef je 3 tips. De rest moet je zelf proberen in te vullen. Gebed. Volhard. Bemoedig elkaar. Mocht je naar aanleiding van dit filmpje nog vragen hebben of eventuele suggesties of aanvullingen, dan horen we dat graag. Reageer dan naar je mentor van catechese of club en dan kunnen we daarop reageren. Ik wens je Gods zegen. Shalom.